Het is 8 uur. Nogmaals hartelijk welkom. Mijn naam is Dick van der Merwe van de Berg Architecten. En ik hoop jullie vanavond het een en ander aan informatie te geven over wat hier te doen staat. We hebben daar een presentatie voor voorbereid. En je zou als zeggen, ik ben architect in het dagelijks leven. Dan begin je met tekeningen te presenteren. Maar in dit geval beginnen we met een leeg vel papier. En we gaan jullie informatie geven over hoe we dat allemaal van plan zijn. Misschien goed om toch nog iets over de achtergrond van de bedrijven toe te lichten. Woudenburgt en Van den Berg Architecten. Woudenburgt is een partij hier lokaal bekend. Martin die loopt dagelijks hier door Woudenburgt heen. En is goed bekend met wat er hier allemaal speelt in het dorp. Woont ook in Woudenburgt en is bezig met projecten in Woudenburgt. En dat is dan met name projectontwikkeling. Oftewel, je begint ergens met een project en je hoopt dat daar een prachtig plan ontstaat waar woningen gebouwd kunnen worden. Even een paar voorbeelden. Plan Zuid, Heijhorst in Scherpenzeel. Ville Nieuwoord, voor jullie wellicht ook wel bekend. En de doorgaande weg, ook een prachtig plan in Woudenburgt, wat door Martin is ontwikkeld. De Tabakshof, hier in Woudenburgt. En zo zien we met nog een aantal initiatieven her en der bezig. Nou, wij zijn van den Berg Architecten, een bureau uit Houten. Het is een familiebedrijf, ooit opgericht door Klaas van den Berg, senior. En inmiddels in handen van de tweede generatie, Klaas junior. Hij is inmiddels ook al zeker 40 geweest, dus ik weet niet of hij het waardeert als ik nu nog steeds junior noem. Maar dan had hij maar niet hetzelfde moeten heten als vader. En Jan-Paul van den Berg die leidde dat bedrijf en ik werk daar inmiddels ook zo'n 14 jaar. En dat doe ik niet in mijn eentje, maar met een aantal meer mensen. En met tekenaars, projectleiders en directievoerders. Alles wat er zo'n beetje bij komt kijken bij een ontwerp en een bouwproces. We hebben een aantal projecten gedaan waarbij we ook ervaringen hebben opgedaan. Als je op deze manier, zoals we hier van plan zijn, u heeft er misschien al iets over gehoord of gelezen op de website, waarbij je begint met een traject waarbij je interactie zoekt met omwonenden, maar ook met de toekomstige bewoners. En dit is een voorbeeld daarvan. Ons Woonhart in Kampen, CPO-project, staat hierboven. Oftewel, dat staat voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dus het is dus een collectief van opdrachtgevers, van toekomstige bewoners, die een soort vereniging hebben gemaakt. En dan ons als architect opdracht geven om voor ieder voor zich een woning te ontwerpen. Vandaar dat ieder van die woningen hier ook iets verschillend is. In die zin hebben we dus ervaring met, zoals dat genoemd wordt, vernieuwend opdrachtgeverschap. En de opdrachtgever, dat is normaal gesproken, is dat een projectontwikkelaar of een woningbouwvereniging of een groot bedrijf. Maar het vernieuwend opdrachtgeverschap, dat ondersteunt juist dat de toekomstige bewoners, dat die ruimte krijgen om input te geven. Nou, ik zal daar vanavond ook het een en ander over vertellen. Mijn eigen eerste ervaring ermee was eigenlijk bij dit project. Dat is een cultuurhuis in Houten. Er zit een bibliotheek in en een kinderdagverblijf en een instelling voor verstandelijke gehandicaptenzorg. Er waren 8 verschillende partijen en we hadden dus eigenlijk 8 opdrachtgevers die met elkaar 1 gebouw moesten bedenken. Ze moesten het ook nog eens worden over de uitstraling en over de kleur en over alles. En de gemeente die vond dat alle 8 partijen die begonnen, moesten ook aan het eind van het traject nog steeds enthousiast zijn en in binnenboord blijven. Nou, daar heb ik mijn eerste ervaringen opgedaan met vernieuwend opdrachtgeverschap. Nou, dan terug naar deze plek. Waarom we hier vanavond zijn. Hoe is dat begonnen? Hier staat een school, hier stond een school. Die was een school in gebruik. Ja, het gebouw staat er nog steeds, maar inmiddels is het sinds kort leeg. En er is dus een bord te koop in de tuin gezet bij deze school. Eigenlijk door de gemeente. Die school is te koop gekomen, omdat er een brede school ontwikkeld is. En daarmee komt deze plek die komt te koop. Nou, daar zou je dus inderdaad een hoogste bieder voor kunnen laten opdraven. Maar in dit geval heeft de gemeente Woudenburgt daar een andere plannen mee gehad. En dat heeft te maken met deze gebeurtenis. Wethouder Pieter de Kruijf wint de Gouden Hamer. En dat staat ervoor dat er dus wordt gezocht naar interactie
met omwonenden. Om het, die andere vormen van vernieuwend opdrachtgeverschap, om daar invulling aan te geven. Dus vanaf dat moment is ook besloten vanuit de gemeente, we gaan het anders aanpakken. Niet op de klassieke manier, niet op de traditionele manier dat een projectontwikkelaar eerst een plan helemaal uitwerkt. En uiteindelijk kun je dus een kant-en-klaar plan kopen zonder dat je verder nog inspraak hebt. Nee, we willen het op een andere manier gaan doen. Dus je ziet ons niet voor het eerst bij oplevering met de sleutel. Hè, zo van nou, hier is het huis. Maar eigenlijk veel eerder in het traject. Jullie stappen, als het even gaat om de belangstellenden, die stappen eerder in het ontwerptraject. Dus je kunt eerder meedenken. Je ziet ons niet voor het eerst bij oplevering. Nee, we gaan vanaf begin samenwerken. En dat betekent dat we goed gaan luisteren. Goed gaan luisteren naar wat jullie als toekomstige bewoners willen. Maar ook als omwonenden. Want ik denk dat hier zo grofweg in de zaal misschien twee groepen zitten. Mensen die hier naartoe zijn gekomen met belangstelling. Van, ik wil hier wel wonen. Maar wellicht ook heel veel mensen. Ik heb er zeker al een aantal hier uit de voordeuren hier naartoe zien komen. En ook gesproken. Die vooral ook belangstellend zijn van, wat gaat hier nou gebeuren? We hebben hier tientallen jaren rond een school gewoond. En nu gaat er iets anders gebeuren. Dus er zullen hier ook ongetwijfeld heel veel omwonenden zitten. Nou, die beide groepen, daar willen we graag goed naar luisteren voordat we ook de eerste streep op papier zetten. Want er staat werkelijk nog geen één streep op papier. Die vormen van opdrachtgeverschap, ik heb er net al eentje genoemd, het CPO, het collectief particulier opdrachtgeverschap. Er zijn heel veel verschillende vormen in de loop van de tijd ontstaan. Op de website die we gemaakt hebben staan ze allemaal genoemd. Hier staan ze ook nog een keer. Dat zal voor achteren niet leesbaar zijn, maar ik noem ze even op. PO is particulier opdrachtgeverschap. En dat is eigenlijk, je bent een particulier en je geeft iemand anders opdracht om het huis te ontwerpen en te bouwen. En dat is één op één. CPO, dat is collectief. Dat is een groep particulier die opdrachtgever worden. En waar we hier eigenlijk mee te maken hebben, dat is mede-opdrachtgeverschap. En dat is dus een professionele partij, in dit geval Woudenburg, die samen met de toekomstige bewoners het plan gaat maken. Dat heet dus mede-opdrachtgeverschap. Dus de bewoners, maar samen met een professionele partij. Dat is de vorm waar hiervoor gekozen is. Dus waar we ook vanavond naar op zoek zijn, is mensen die mee willen doen. Ik vertel daarvan, er zitten wellicht twee groepen in de zaal, omwonenden, maar hopelijk ook mensen die mee willen doen in dit traject. En daar zullen we ook een aantal dingen van benoemen, hoe we dat verder gaan doen. Ja, want eigenlijk, wat we hier gaan doen is Monopoly spelen. Hè? Huizen plaatsen, zelf huisjes zetten op het speelbord. Maar dan moet je een aantal dingen weten als je Monopoly gaat spelen. Sowieso als je een spel gaat spelen. Dan moet je namelijk weten, wat is het speelveld? In het geval van Monopoly, dat groene vierkant. Wat zijn de kaders? Wat zijn de randen? Waar moet je binnen blijven? Waar mag je wel bouwen? Waar mag je niet bouwen? En wat zijn de spelregels? Waar moet je aan houden? Dat geld wat ernaast ligt, wat is dat waard als je een groen huisje bouwt? Wat kost dat dan? Dus je moet een aantal dingen met elkaar afspreken. Nou, allereerst dat het speelveld. Waar hebben we het nu over? Nou, de locatie. Jullie hebben de locatie kunnen vinden, anders waren jullie hier niet. Maar misschien toch goed om er even wat over te vertellen. Op deze plek in Woudenberg. Want als je dat stedenbouwkundig bekijkt, vanuit een stratenplan, ja, dan is het eigenlijk best een bijzondere plek. Allereerst aan een vrij lange verbindingsas vanaf de Europaweg naar de Maarsbergseweg. Dat is eigenlijk één lange doorgaande lijn. Vrijwel zonder onderbreking die daar daartussen zit. Maar die in zijn structuur wel in tweeën wordt geknipt. Eigenlijk op de plek van de Frans Halslaan en de Schans. Dit is toch een ander gebied als hier. En we zitten hier bij deze blauwe ster nu. En ook de Willem de Zwijgerlaan wordt ook weer in tweeën opgedeeld. Eigenlijk door de plek van de school. Want als je door de straat rijdt, ja, dan herken je toch wel eens een ander soort plek. Dus ja, die school staat eigenlijk best op een mooi punt in de wijk. Ook een herkenbaar punt. Als je dan wat verder inzoomt, met hier de school. Ja, ik wist niet dat de belangstelling dat zo snel ging, hoor. Maar dat... ja. Als je op de
de luchtfoto nog eens even wat dichter bekijken natuurlijk ook als jullie hier rondkijken. Jullie kennen die plek ongetwijfeld heel goed, zeker als omwonende. Dan zul je ook zien dat er eigenlijk allerlei verschillende straten omheen zijn. De Rubenslaan met de bebouwing die hier langs de straat staat met hier vrij lage woningen. De Willem de Zwijgerlaan met een veel breder straatprofiel. Hier grotere woningen met vrijstaande en 200 kapwoningen. En zo is eigenlijk iedere kant van het bouwkavel. Dat ziet er anders uit. Dat heeft andere kenmerken. Nou, dat zijn ook dingen waar we graag rekening mee willen houden. Dat niet iedere kant gelijk is. Dus alle buren zijn verschillend eigenlijk op deze plek. Daar komt ook een beetje de naam vandaan. We hebben de naam Koningsplein bedacht. Dat komt er ook uit voort dat hier de Koningslaan ligt. En hier het schoolplein was. Dus koning en plein. Koningsplein. Dat is eigenlijk de gedachte achter de naam. Dat blijft met Willem de Zwijger en de prins Maurits. Alle koninklijke hoogheden hier bij elkaar. Blijft het koninklijke blijft er mooi in. En de historie van het plein, dat het ooit een schoolplein was, dat blijft er dan ook in de naam. Dus dat is de gedachte achter de naamgeving. We hadden ook een soort enquêtetje gezet op de website van dit project. En inmiddels, ik zal even de tussenstand geven, waar je kon aangeven of je het mooi, origineel, verwarrend of saai vond. Nou, er zijn nu 16 stemmen uitgebracht, inmiddels. Het merendeel vindt het mooi, een paar origineel. Niemand vindt het verwarrend, zeker niet na deze uitleg natuurlijk. En toch een aantal mensen die dat wel een hele saaie naam vinden. Nou, dat voor ons aanmoediging genoeg om de naam gewoon in de lucht te houden, op deze manier. Koningsplein, Woudenberg.nl. Ja, de locatie van de school. We hebben een aantal foto's gemaakt, vanuit het perspectief wat jullie wellicht niet elke dag zien, vanuit de lucht. Maar dan zie je hier de gebouwen die in de loop der tijd ontstaan zijn. En dat geeft meteen ook het speelveld aan. Hier is de Willem de Zwijgerlaan. En wat hier wit is, dat is eigenlijk het kavel waar het om gaat. Het kavel wat gekocht is van de gemeente. Want zo moet je het eigenlijk ook zien. Dus dat is het speelveld. En je ziet hier ook al dat de randen van het speelveld dat die verschillend zijn. Met het type bebouwing wat daar omheen ligt. Hier in grijs gracieert de plek waar de school staat. Dit zijn eigenlijk de kaders waar het nu om gaat. Dit is ook de plek waar het hek van het schoolplein staat. Dat zijn de randen van het speelveld. Ja, en we beginnen dus echt met een leeg vel papier. Er zijn nog geen woningen getekend. Maar wat we wel voor ogen hebben, is dat we jullie als toekomstige bewoners gaan helpen met een aantal voorbeeldwoningen of puzzelstukjes waarmee je het plan kunt maken. Want tenslotte moet je wel enig houvast hebben. En wat we daarvoor voor plan zijn, is om blokjes te maken van bepaalde breedtes, bepaalde hoogtes. En op die manier dus jullie mee te nemen om dat leeg vel papier gaandeweg steeds verder in te vullen. Nou, hoe gaat het in zijn werk? Welke stappen zijn daarvoor nodig? En wie kan er meedoen? We hebben een stappenplan gemaakt, wat ook op de website staat. Die website, zal aan het eind van de presentatie, komt nog even de naam van de website voorbij. Maar daar staat ook dit stappenplan op. En het eerste stap, daar zijn we nu mee bezig. Nummer 1, de algemene informatiebijeenkomst. Dat is vandaag, deze bijeenkomst. Daar kon iedereen bij aanwezig zijn, iedereen op inschrijven. Dus dat is een openbare, algemene informatiebijeenkomst. Stap 2... Dat is eigenlijk deze balk die hier zichtbaar is. Dat is een individueel proces met iedere mede-opdrachtgever. Oftewel iedereen die vanavond of morgen of overmorgen of wanneer dan ook aangeeft dat hij serieus wil meedenken over een eigen woning hier. Die wordt daarmee mede-opdrachtgever. En met die mensen gaan we dus dan in gesprek. Dus eigenlijk vanaf vandaag, vanaf vanavond, ontstaan er zo meteen twee teams hier. De teams van de mede-opdrachtgevers. En het team van de omwonenden. En daar gaan we verschillende dingen mee aan. Met de omwonenden, daar komen we regelmatig mee terug, laat ik zo zien. En met de mede-opdrachtgevers, daarmee gaan we in gesprek om te kijken wat er voor hun mogelijk is. En een van de eerste stappen is de woonwensen inventariseren. Tenslotte iedereen is verschillend. En ik heb hier vanavond ook al een aantal mensen gesproken. Er zijn hele verschillende woonwensen
De ene wil juist een woning met een patio, met alleen begaande grond en een klein beetje op de verdieping. Een ander wil een starterswoning of een 2 onder 1 kap. Dus die wensen die zijn heel verschillend. Die gaan we inventariseren in een gesprek met Berry Hormizier, de dame die ik net op het fotootje liet zien, die vanavond ook aanwezig zou zijn. Daarmee worden die eerste gesprekken gedaan om de woonwensen te inventariseren. Dus als jullie inschrijven op de website, dan word je ook uitgenodigd voor zo'n inventarisatiegesprek. En een van de belangrijke dingen in dat inventarisatiegesprek is ook om je ideeën die je hebt af te stemmen met het geld. Je zou zeggen van ja, waarom moet je nou meteen met geld beginnen? Nou, dat is best belangrijk, want als je niet aan het begin al met elkaar afstemt van nou, ik heb dit ongeveer in gedachten, maar de bank die verstrekt 2 ton hypotheek. Die twee moeten wel enigszins met elkaar matchen. Want anders stuur je elkaar op pad met allerlei woonwensen die sky high gaan. En vervolgens blijkt dat er veel te weinig te financieren is. Dus schrik er niet van als juist in dat allereerste gesprek ook al eigenlijk gevraagd wordt om iets te vertellen over wat jullie beschikbare budget is. Dat is gewoon nodig om te zorgen dat woonwensen en de mogelijkheden op het kavel, dat die op elkaar worden afgestemd. Hoeft echt niet tot de 100, 2 of de 1000 euro, hè, maar iets van een indicatie van wat jullie van plan zijn. Nou, dat is een traject wat dus aan deze rechterkant met de mede-opdrachtgevers wordt doorlopen. En dat gaat stapje voor stapje vanaf die inventarisatie gaat dat steeds verder. Het derde bolletje, dat is een eerste workshop. Dit is nog een informatiebijeenkomst, eenrichtingsverkeer. En de volgende keer, dat is een workshop. Het woord zegt het al, er moet gewerkt worden. En dan worden jullie ook aan het werk gezet. Nu sta ik hier te zweten, hè, om jullie informatie te geven. Dan wordt het andersom, dan ga ik hier op een stoel zitten en gaan jullie aan het werk om te kijken wat er op die kavels allemaal mogelijk is. Ik zal zo nog wat meer over die workshops vertellen. Die allereerste workshop, stedenbouw, hebben we dat genoemd en planinrichting. Wat we daar van plan zijn, is om het beschikbare speelveld, wat we hier hebben, het schoolplein, laten we zeggen, om dat voor jullie alvast te maken. En een aantal huisjes in verschillende breedtes, groottes, vormen voor te bereiden. Zodat ja, er een puzzel gemaakt kan worden van wat voor jullie nou het meest passende plan is. Is dat een plan met allemaal patiowoningen? Is dat een plan met een flat van 10 hoog? Ik heb er nog niet heel veel voorstanders van gehoord, maar wie weet. Hè? Dus daar helpen we mee met het maken van deze blokjes. Ik heb wel wat losgemaakt, geloof ik. Hè? Dat is die stap. De volgende workshop, dat is architectuur en woningindeling. Dat gaat ook over het beeld. Want ik liet net aan het begin een plaatje zien van dat project in Kampen met het collectief particulier opdrachtgeverschap. Toen zei ik van nou, de woningen zijn allemaal een beetje verschillend. Het zou best kunnen dat jullie bij dat plaatje dachten van nou, als dat nou de verschillen zijn, hè, die kan toch best groter. Nou, dit is een plaatje in Almere. Daar hebben ze al heel veel ervaring op gedaan met zulke soort trajecten. Maar er zie je dus ook wijken waar de woningen echt extreem verschillend zijn. Hier een, laten we zeggen, klassieke notariswoning. Hier een eigentijdse woning. En hier een, ja, hoe zou ik het zeggen? Iets bijzonders. Een special. Op die plek waren de mensen dus over eens dat de verschillen tussen de woningen dat die zo groot konden zijn. Nou, dat is iets wat we ook met jullie willen afstemmen van, ja, hoe ligt dat hier nu? Worden de verschillen zo groot? Of zijn we al tevreden als de verschillen op deze manier zijn? Waarbij de kleuren van het metselwerk een beetje verschillend zijn. De dakgroothoogtes verspringen. Wel of geen dakkapel, wel of geen erkertje. Of is dat veel te voorzichtig? Nou, dat zijn dingen die in die tweede workshop aan de orde komen. Dan de derde workshop. Dan gaan we weer een stapje verder. Stedenbouw en beeldkwaliteit. En op die plek gaan we dan ook weer de zaken bij elkaar brengen. Nou, vanaf die stap, dan zijn we al echt een stuk concreter dus. Dan is ook van belang dat de mede-opdrachtgevers, dat die aangeven van, gaan we echt verder of niet? Dat is ook het moment dat er een eerste overeenkomst wordt getekend, waarbij er een drempelbedrag is, waarbij je dan instapt en ook het ontwerptraject verder gaat uitvoeren. En dan gaat dus aan deze kant, gaat het voorlopig ontwerp en definitief ontwerp, dat gaat dan verder plaatsvinden.
Nou, daarmee stopt niet de interactie met u als omwonende. Want we hebben dan nog met enige regelmaat wel informatiebijeenkomsten, waarbij we ook terug laten zien van hoe het proces vordert. En wat de stand van zaken is. Dat zijn die laatste twee informatieve bijeenkomsten. 6 en 7. Nou, dat is een beetje het stappenplan wat we voor ogen hebben. Nou, wat is mijn rol daarin? En hoe gaan we jullie daarbij bij verder helpen? Mijn rol is vooral om dit uitgangspunt, wat we ook bij onze inschrijving destijds hebben aangegeven, om te zorgen dat we dat gaan halen. Zo is het prettig wonen. En zo blijft het ook prettig wonen. Dat het prettig wonen wordt voor de toekomstige bewoners, maar ook voor de omwonenden, dat het prettig wonen blijft. Ik denk dat dat een belangrijk uitgangspunt is. En daarvoor wil ik me vooral gaan opstellen als de regisseur van het ontwerpproces. Dus niet als de architect die zegt van nou, ik heb hier eens even rondgekeken, ik weet het al, we gaan het zo en zo gaan we doen. En als je het niet mooi vindt, dan ga je maar ergens anders wonen. Dat zijn de traditionele processen. Nee, hier ga ik me opstellen als regisseur van het ontwerpproces. Dus jullie helpen om dit traject zodanig te maken dat het prettig wonen is en blijft. Nou, het belangrijkste hulpmiddel daarvoor, dat zijn die workshops. Die ik zo net even in de planning genoemd heb. In die workshops, daar wordt dus gewerkt. Dat ziet er ongeveer als volgt uit. Ik heb hier een aantal foto's van workshops die we eerder gedaan hebben. Waarbij er mensen aan tafel zitten, te knippen, te plakken. Maar ook soms op de grond allerlei dingen voor elkaar gebokst worden. Dat is de manier waarop we dan aan het werk gaan. En ja, als regisseur van het ontwerpproces, dan help ik wel om keuzes te maken. Dus we hebben natuurlijk achtergrondinformatie, we weten dingen over prijzen, we weten dingen over welke kleuren wel of niet goed met elkaar matchen, welke bouwmaterialen wel of niet bij elkaar passen. Want zo'n enorme kleurenstaal als dat hier staat, je zou ook horendol van al die kleurkeuzes kunnen worden. Dus we helpen daar wel in. En dat zal voor de een misschien wat intensiever zijn en de andere die wil het wat meer zijn eigen gang gaan. Dus we helpen met het maken van de keuzes. Soms gezamenlijk met de hele groep zoals we hier nu zitten. En soms individueel, solo, met een mede-opdrachtgever die dus met zijn eigen huis bezig is. Ja, en als doel om van al die informatie die er ongetwijfeld uit al die avonden en uit al die gesprekken met individuele kopers naar voren komt, om daar één geheel en één eindresultaat van te maken. Want uiteindelijk, we doen het voor tevreden bewoners. En dat is een heel belangrijk streven. Nou, dan even over de planning. Wanneer doen we wat? En waar staat de informatie? Wat de planning betreft, ook daar geldt even die splitsing in twee groepen. Dit is voor de mede-opdrachtgevers. Dus degene die echt belangstelling hebben voor een woning. Inschrijven, dat kan vanaf nu. Dat kan op de website. Dus dat is iets wat... momentje. Ja, ik denk misschien van waarom laat hij nou zijn telefoon aan staan als hij eerst een opmerking maakt over iemand anders. Maar mijn vrouw die had vlak voor de presentatie gebeld dat onze ene oudste zoon, dat hij vanmiddag om 3 uur uit school vertrokken is, maar nog steeds niet thuis is. Dus vandaar dat ik een beetje zenuwachtig was. En inderdaad, zo af en toe eens even naar die telefoon kijk. Maar ja, dan loop je ook het risico dat iemand anders kan bellen. Vandaar. De mede-opdrachtgevers. Inschrijven, dat kan er vanaf nu op de website. En daarmee schrijf je in als belangstellende. Er staat ook alle informatie staat ook op de website. Daarna start het inventariseren van de individuele woonwensen. En de afspraken met de architect, met mij dus en met Barry, die kunnen ook vanaf nu gaan lopen. Een aantal mensen hebben zich al ingeschreven op de website. Ik zal zo even nog even de plekken laten zien waar dat precies kan. Dan die workshops die ik zojuist noemde, die zijn ook gepland. De eerste workshop is op 7 september. We zitten nu op 6 juli in de planning bij dit groene vlakje. Voor veel mensen zal ook de komende periode een periode zijn dat vakanties beginnen en dergelijke. Dus we hebben bedacht van het traject met de individuele bewoners, als we dat kunnen plannen, nou, dan kan dat in de komende periode. Maar we gaan pas weer met z'n allen bij elkaar komen na de vakantie. 7 september is dan de datum van de eerste workshop. De tweede workshop op 29 september. Dat is dan nog in dezelfde maand. En de derde workshop op
26 oktober. Want dan moet er alweer ongeveer een maand aan huiswerk gedaan zijn. Ook die datums, die komen gewoon op de website te staan. En degene die zich inschrijven als belangstellende op de website, die wordt er ook automatisch weer voor uitgenodigd. Ik heb het al een paar keer genoemd. Waar staat die informatie dan? Dit is de naam van de website. www.koningspleinwoudenberg.nl. Ik heb nog geprobeerd natuurlijk om alleen www.koningsplein te krijgen, maar die bestond al. Dus vandaar koningspleinwoudenberg.nl. En als je die opent, dan krijg je eigenlijk dit scherm in beeld. En op het startscherm bij Koningsplein, dus eigenlijk het allereerste scherm wat je in beeld krijgt, daar staat aan de rechterkant staat een aantal knoppen. De eerste, dat is de planning. Daar stond ook deze startbijeenkomst aangemeld op 6 juli. En de tweede, daar staat interesse boven. En als tekst, meld u vrijblijvend aan via de website. U ontvangt dan alle uitnodigingen per mail. En er zit een knop aanmelden. Nou, als je daarop klikt, dan krijg je dit formulier. Nou, een flink aantal mensen heeft dit al gevonden. Want we hebben gezien dat die mensen zich aangemeld hebben. En door dit in te vullen, meld je dus aan als belangstellende. Dan krijg je de mailings. Als er een nieuwe datum komt, dan komen daar berichten van. Hè? Dus dan ben je bekend bij ons als belangstellende. Er staat nog een tweede knop. Die zit hieronder. En er staat bij registratievoorkeur. En als extra tekst, heeft u al voorkeur voor een bepaald type woning, laat het ons weten via dit formulier. En als je daarop klikt, dan word je doorgelinkt naar dit formulier. Er hebben ook een aantal mensen hebben dat al gevonden. Want er zijn er ook een aantal van ingevuld, heb ik gezien. En op dat formulier dan kun je aangeven, nou, of je belangstelling hebt om een woning te kopen, of je wilt meedenken in het ontwerpproces. En dan nog een heel aantal vragen. Of je een patio woning of een 201 kap en welke prijskategorie ongeveer. Dus dan kun je ook iets meer dingen aangeven van wat je woonwensen zijn. Nou, dat helpt als dan zometeen die uitnodiging komt voor dat individuele gesprek. Omdat we dan al iets aan eerste informatie beschikbaar hebben. Dus dat zijn eigenlijk de twee plekken waar belangstelling geregistreerd kan worden. Dus het ene is het aanmelden en het andere is echt het registreren van de belangstelling 1 graad preciezer en dieper. Dus nogmaals, alle informatie staat op www.koningspleinwoudenberg.nl. Daar kunt u ook aanmelden. En met deze informatie en bijeenkomst, dan zijn we dus eigenlijk gestart. En hiermee is dan officieel ook het project gestart. En alle informatie die ik voor jullie had voorbereid in eenrichtingsverkeer gegeven. En wat mij betreft dan nu gelegenheid om vragen te stellen.